Burnett. Dat zou een corner op moeten leveren. Met voorkop met vijf man van Emmen die inlopen. Halve kopkans en een hele schietkans. Redding van Drommel. Geen rebound die een doelpunt oplevert voor Arias. Eerste echte kans daar voor Emmen. De Leeuw. Larsen. Overtreding op Larsen. Om aan te geven hoe jong Larsen de enige. Chacon geeft aan dat Burnett kan gaan. Maar krijgt de bal niet over Latibaudière. Aitor, dat was wel te onderscheppen voor Arias. Aitor. Zelahi. Kan er. Bal draait in en wordt verlengd. Oh, misschien wel te weinig verlengd hier. Te veel. Larsen krijgt niks. Spinoza levert in. Op moeten lossen. Larsen, dit bal maar weer eens te ver voor zich uit. Vuskic. Zelahi, een aardig afstand overbrug om daar druk op te krijgen. Burnett. Zelahi. Burnett, Gurgulu. Peña, biedt zich aan. Weer naar Arias. Latibaudière opgevangen. De bal van Aitor is te hard. Emmen voorin. De bal richting De Leeuw. Die komt niet tot een kopbal. Slagveer naar Peña. Peña terug naar Slagveer. Hier is Peña. Burnett. Wint van Aitor. En geeft mee. Peña. Naar zijn rechter. Hier is Hiarie, Veendorp, De Leeuw boos. Busquets, Drommel, maar verdomd door Chacon. De speler van Twente ligt daar geblesseerd, Emmen mag door. De bal maar over de zijlijn trappen, ja. Bruut gestuit. Oef. Dat is ook vrij bruut, maar Twente kan door. Balletje nu breekt. De wissels, althans de eerste wissels van Twente. De tweede en derde wissel van Emmen eraan gaan komen. Aitor. Ineens de combinatie. Steekt het weer door Burnett.
Zoals gaat Godier. Ook Hens. Het is ongelooflijk. Het is gewoon drie keer in de minuut. Positie gaat hij invallen. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij Roemerato de naam eraf gaat halen. Het speelt uitstekend. Verdomd. Net een pannen. Abrogiania gaat zo nog komen. Celay gaat schieten. Van degene die het vaakst heeft gescoord. En draai in de corner. Laat de Godier.